Ingeborg, heb jij tijd om iemand iets over de polyverloskunde te vertellen? Ja, natuurlijk. Kom maar. Hallo. Dag. Ik ben Ingeborg, ik ben verpleegkundige hier op de polyverloskunde. Stel je vragen maar. Nou, ik wou weten hoe het allemaal hier gaat en wat het allemaal hier is. Wij begeleiden en informeren de patiënten die hier komen en dat zijn zwangere vrouwen. Er ligt hier een boekje bevallen in het AOC. Is dat heel erg veel anders dan bevallen in een normaal ziekenhuis? Ja, anders omdat wij hier heel veel mensen hebben die dus zwanger zijn en in hun voorgeschiedenis iets hebben. En daarom hebben ze dus intensievere controles nodig. Dus het is voor ons ook wel heel vaak interessant. Daarom heb ik eigenlijk gekozen voor een academisch ziekenhuis. Er wordt hier veel meer informatie over verstrekt. Zeker, en veel meer onderzoeken. En men gaat dieper op de materie in. Mijn nicht is hier ook bevallen, dan zou er ook wel iets met haar aan de hand zijn geweest. Dat zou kunnen. Dan heeft zij ook een echo gehad. En dan kan ik je best eens eventjes laten zien waar de echo's gedaan worden. En dan neem ik je mee naar Riedeke van Zalen.